aan de Gina Koeman. Leuk je te zien. En leuk dat je er bent, Annegien. Ga lekker zitten. Annegien, leuk dat je er bent. Heel leuk. Ja, leuk. Ja, de eerste keer bij jou. Ja, de eerste keer. En ik hoop ook niet de laatste keer. Nee, dat hoop ik ook. Nee. En ik vind, wat ik net heb verteld in de aankondiging, Holy Trientje, het is een pittige roman. Ook wel heel veel humor. Ja, en ook, het gaat dus over idealisme, activisme, in combinatie met trauma door die kernramp, als het ware. Of kernrampen die in de wereld hebben plaatsgevonden. Hoe is dat idee ontstaan om hierover een boek over te schrijven? Het ontstond al tijdens mijn vorige boek, Honolulu King. En daarin beschrijf ik de bom op Hiroshima. Ja. En wat ik niet wist, is dat die bom op Hiroshima was mislukt. In welk opzicht? Eigenlijk was hij enorm gelukt. Hij was gelukt. In die zin, hij was mislukt. 70.000 doden volgens mij. Ja, dat was wel heel effectief. Maar er ging maar 1,5% van het verrijkt uranium af. Dus voor de Amerikanen was het een probeersel, de eerste bom die ze gooiden, atoombom. En dat was een mislukte atoombom. Dus 98% vervloog onschuldig in de lucht. En deze bom had al meteen 70.000 doden direct. En daarna nog een veelvoud aan stralingsziektes en mutaties. Precies. En, dus dat was natuurlijk een verschrikkelijke bom. En ik dacht, wat nou? Als deze bom al mislukt is, en dan hebben we het over heel lang geleden. En vandaag de dag zijn de kernwapens die er gemaakt worden, zijn veel sterker en gevaarlijker. En dat vond ik zo intrigerend. En ik dacht, ik wil daar een roman over schrijven. En toen las ik het verhaal in The New Yorker over Megan Rice. Ja, dat is dus de Amerikaanse non, hè? Ja, die heeft dus op 82-jarige leeftijd... zij was al de hele leven aan het demonstreren voor de wereldvrede. En ze dacht, ik ben oud en het schiet niet op. Ik moet iets heel erg groots gaan doen. En toen heeft ze het allergrootste object gepakt, het best beveiligde object van de wereld. Een soort Fort Knox van het verrijkt uranium. En daar ging ze met haar betonschaartje naar binnen. Samen met twee broeders. Die zie je, Megan Rice, Greg Boertje en Michael Wally. Ja, hier is... En ze gingen dus met z'n drieën, gewapend alleen met een betonschaar. Een bijbel. Een brood. Oh ja, ze hadden ook babyflesjes met mensenbloed mee. Mensenbloed? Van mensen die de actie ondersteunden, maar niet meedurfden. Die gingen dus gewoon ademen, die gingen bloed aftappen, toch? Ja, symbolisch. Ja, dat je een soort bloedbank, maar dan om de actie te ondersteunen. En ze hebben die flesjes tegen dat object gegooid. Als bloedvergieten, als symbool van bloedvergieten. En dat was een heel ritueel en het was in een lange traditie. Ik weet niet, kent iemand de plowshare movement, de ploegscharenbeweging van Kees Koonen? Ja, dat zal vanaf de jaren 80 zijn. Dat is het een hele reeks van acties die gedaan zijn door geestelijken op deze manier. Maar toch even terug, dat zij besluiten met z'n drieën, met alleen een betonschaar, bijbel, brood en met je bloed. Ja. Dat is het meest beveiligde plek eigenlijk op aarde, waar de grootste nucleaire arsenaal ligt opgeslagen. Ja. Tonnen aan bomklaar uranium. En, ze komen zonder enig probleem komen ze binnen? Ja, dus dat is na 9-11, kan je nagaan als je kwaad wil. Hè? Dan kan je oneindig vaak de wereld mee vernietigen. Maar zo makkelijk was het om binnen te komen, ja. En ze werden niet gepakt? En ze hebben 4 uur lang rondgelopen en zich ook verveeld op een gegeven moment. En er waren allemaal hekken, dus ze gingen door het ene hek en er gingen wel alarmen af. En dat volgende hek moest onder de stroom staan en ze hebben daar ook bevoegd om te schieten. Maar dan wisten ze dus van tevoren van dit kan mijn einde betekenen. Ja, ze hadden afscheidsbrieven mee. En na 4 uur dacht één beveiliger van, dat alarm gaat wel heel vaak af. Maar er zijn heel vaak, is er wild uit de bossen, want het ligt in een bosrijke gebied. Coyotes en honden. Of gewoon een konijntje. En toen ging er één bewaker en die zag daar die drie mensen lopen. En die dacht, oké. Wat zijn dit? Dit zijn geen terroristen. Dit zijn vredesactivisten. Maar het was in Amerika was het breaking news dat een non naar binnen kon komen. Het was een soort grap van 82-jarige non. En zij riskeerde 35 jaar gevangenisstraf. Maar Megan had zoiets van, of ik nou 35 jaar in het klooster bid of in een politie. Ja, het is bijna 1-op-1, toch? 1-op-1. Ja, bijna, je bent toch met jezelf. Ja. En ze heeft uiteindelijk 3 jaar gezeten en na 3 jaar, toen kwam ze vrij. En toen ze in de gevangenis zat,
las ik dat verhaal en ik vond het zo mooi en dapper en ongelooflijk naïef dat je daarmee denkt de kernwapens de wereld uit te krijgen. Dus toen ze vrij kwam, toen ben ik naar haar toe gegaan. En toen ik bij haar kwam, belandde ze ook in het ziekenhuis. Wat is er gebeurd toen? Ik heb er ook helemaal uitgeput. Maar dus, ja, maar jij ging erheen? Dus ik ging erheen. Je had een mailtje gestuurd van de luister. Ja, maar dat beantwoordde ze niet echt. Dus ik ben op de Bonnefoy daarheen gegaan. En ik denk, ik ben altijd wel welkom. Dus in dat zusterhuis. En ik kon me ook geen voorstelling maken. Dus ik dacht, het is een klooster. Of ze hadden ook helemaal geen tijd. En ze waren alleen maar aan het werk. Ik zei op een gegeven moment, dan moeten jullie niet bidden. Toen gingen ze voor mij. Toen gingen ze voor jou bidden? Staand in de keuken. Dan maar even een gebedje. En toen heb ik haar een dag geïnterviewd. En toen zijn we s'avonds nog uit eten geweest. En toen was ze zo moe. En de volgende dag had ze een hartritmestoornis. En ze had in de gevangenis niet geen medicatie gekregen. Dus ze belandde in het ziekenhuis. En ik ben een week gebleven, dus ik heb haar opgezocht. Maar wat wilde je van haar weten? Ik wist eigenlijk alles. Maar ik wilde haar ontmoeten. En ik wilde haar... Zien? Ja, ik wilde haar in de ogen kijken. En vragen of ik haar verhaal in een fictiesetting mocht gebruiken. En ook al was het kort. En vooral in het ziekenhuis was het voor mij echt een van de mooiste ontmoetingen. Omdat ze was echt verlicht. Ze was op leeftijd, maar ze was zo sterk. En ik vond het zo mooi dat je op die leeftijd nog de kracht hebt om te staan voor je idealen en dat te doen. Ik denk, ik kom er maar eens om, hè, op die leeftijd. Want naarmate we ouder worden, lijken we het wel te verliezen. En worden we steeds meer op onszelf gericht. En zij, wat ik zo mooi vond, was dat zij sprak vol met compassie. En ook, ze werd nergens drammerig of bozig, wat je bij activisten kan hebben. Hè, cynisch. Of dat dat dan ook tegen je gaat werken. Ze was liefdevol en ik vroeg op een gegeven moment ook heel cynisch van maar vindt u wel dat het dan gelukt is, want er zijn alleen maar sterkere kernwapens en toen was Trump nog geen president hoor, dus toen ik 4 jaar geleden begon was het helemaal geen actueel onderwerp, inmiddels natuurlijk wel omdat al die verdragen worden opgezegd, maar zij zei zo moet je dat niet zien, weet je, wij planten kleine zaadjes. Je moet ergens beginnen. Dus en jij bent hier nu ook uit Nederland. En jij gaat in heel Europa vertellen. Dus jij wordt een beetje ambassadeur van haar missie. Ja, weet je. Dus jij gaat het vertellen. En jij gaat jouw verhaal vertellen. En ze had geen idee wat ik ging doen. Want ik zei, het is een fictiesetting. Maar ze vond alles best. En als het verhaal maar wordt verteld. Ja, dat we daar met elkaar over praten. En ik vond dat zo mooi. Dus had mij zo geraakt. Dus zij was wel 4 jaar lang, omdat ik 4 jaar lang op reis ben geweest met bloed, zweet en tranen. En dat ik heel vaak dacht van ik kap ermee. En dacht van ik dacht vaak aan haar. En ze is hier bijna 90 en ze staat nog steeds op de barricade. En ik kreeg een fantastische mail met steun. En dus zij is nog steeds echt een prachtige vrouw. Groot voorbeeld. En dit is echt een super stoere foto, dit. Ja, echt, hoe trots kun je dan voelen dan, toch? Ja, dit is mooi. Ja, dit is leuk, ja. Maar het boek gaat niet over Megan Rice. Het is wel geïnspireerd. Megan Rice. Maar het is Holy Trientje. Holy is eigenlijk dan het Amerikaanse Megan Rice. En Trientje is dan waarschijnlijk dan Jan Tante. Wat ik gedaan heb, is ik wilde geen non-fictieboek. Omdat ik wilde het in Nederland situeren. Wat ik gedaan heb, is dat ik mijn oud-tante was non. En daar was ik heel erg dol op als kind. Ik kwam graag, zij woonde echt in het klooster. En ze is al dood, maar ik heb haar in Holy Trientje treedt zij in de voetsporen van de zuster die in Amerika. En zij wil dat ook doen. Zij is zo geraakt en zij vindt ook van ik moet hier ook wat doen. En ik ben wel in de 80, maar laten we de wereld veranderen, laten we het verschil maken. En zij formeert een groepje gelijkgestemden die met haar dan een kern, militaire, ik ga niet alles vertellen, militaire basis waar kern op staat. Die in Nederland? In Nederland. Volkel. Nee, maar die wil ze binnenstormen. Het grote publieke geheim. Ja, het is nu ook, het stond natuurlijk deze zomer, heeft het, ook Amerika stond in een rapport, dus het is geen geheim. Nee, maar goed, maar het is wel, daar willen ze gaan inbreken. Ja, en zij heeft een clubje mensen met wie ze doet en
Dat is onder andere een Japanner. Dus ik ben naar Fukushima geweest om te kijken van hoe was het na die kernramp. Hè, dat weten we allemaal in 2011 alweer. Ja. En ik ging op het moment terug dat mensen weer mochten terugkeren. Dus je bent erheen geweest? Ik ben daar geweest om mensen te interviewen van hoe is het om in besmet gebied terug te gaan. Tsjernobyl hebben ze een hek omheen gezet en een grote sarcofaag over die kernreactor. En in Fukushima is een soort Japanse aanpak. Het is helemaal schoongemaakt. Ze hebben een gebied zo groot als België afgegraven. In zakken gestopt, radioactief afval. Dus dan zijn er miljoenen zakken. Als België zo groot, zei je dat? Ja. En de huizen met schuursponsjes gewoon. En nu mochten mensen terug. Dus, terwijl het blijft natuurlijk enorm radioactief. Na elke regenbui spoelt het terug uit de bergen naar de vallei. Dus een beetje dweilen met de kraan. Oh. Ja, dat was heel... Ja. Moest je echt erheen gaan naar Fukushima om dit boek ook te schrijven? Ja. Of had je het ook... Een van mijn personages komt daar vandaan. Ja. En je kan niet vanaf hier, vanuit je computer, kan je een overtuigde Japanner neerzetten als je niet daar geweest bent en gesproken en... Nee, je moest het echt met eigen ogen zien. En als je er hier over leest, hè, dan is het van, dat viel wel mee. Het is ver weg. Het is ver weg. Maar als je daar komt, dan zie je hoe ontzettend ontwrichtend het is nog steeds voor dat gebied. En wat ik heel schokkend vond, was Japanse kerncentrales zijn heel... het is heel goed en veilig. En wij hebben die rammelende kerncentrales in België. En als ze die centrales zo onderhouden als hun wegen, dan hou ik mijn hart vast. Het gevaar zit echt al even echt en als het daar, en ik denk, als het misgaat en de wind staat deze kant op, je kan niet, in Japan kan je een gebied zo groot als België evacueren, maar hier niet. En is er een verhaal dat je nog echt nog bijstaat? Want je spreekt heel veel mensen natuurlijk daar, die hebben meegemaakt, overlevenden. Er was één jongen, die heet ook Yoshida, net als mij. Oh ja, één van die personen. Maar één jongen heeft me enorm geraakt. Die is alles kwijtgeraakt, zijn land. Het is al helemaal agrarisch, de boerderij. Hij was zelf, zijn vader was boer, hij was systeembeheerder. Hij liet me een rondleiding zien in verlaten stenen. En zei hij, hier werkte ik. Het was allemaal leeg, weet je. Een stad zo groot als Zoetermeer. Hier at ik dan tussen de middag, daar ging ik heen om een biertje. Compleet ontwricht. En hij was uiteindelijk, na een paar zelfmoordpogingen, terwijl de Japanners praten daar niet zo snel over, was hij biologisch boer geworden. Ja, dat vond ik wel heel mooi. Dan ging hij weer toch het heft in eigen hand. Hij wist toch weer zijn leven vorm te pakken. Ja, dat vind ik altijd heel dapper van. Dat vind ik altijd het allermooiste bij mensen, is de veerkracht. Hè? Dat je dan weer toch weer, dat je denkt van, hoe is het mogelijk na zoveel tegenslag, dat je weer de veerkracht hebt, en dat kennen we allemaal, om door te gaan. Dat vind ik het meest fascinerende in mensen. Je bent geweest in Fukushima. En een ander gebied waar je geweest bent, dat zijn de Marshall-eilanden. Heeft iemand, dames en heren in de zaal, heeft iemand idee waar de Marshall-eilanden liggen? Gewoon even... Wie is er wel eens geweest? Ja, wie is er wel eens geweest? Dat zou ik echt heel erg leuk vinden op de Marshall-eilanden. Dat lijkt me ook inderdaad wel sterk. Want daar kom je niet heel snel met EasyJet. Jij bent er wel geweest, hè? Ja, je bent 3 dagen onderweg. 3 dagen onderweg. Dus echt, als je last van vliegschaamte, dan moet je er niet heen gaan. Het zit echt bij de bikini. Het ligt midden in de Stille Oceaan en dan ga je bij Hawaii linksaf en dan... Linksaf. En dan vlieg je 6 uur over de Stille Oceaan en je ziet geen land. En op een gegeven moment zie je één zo'n streepje land en dan land je daar. En dan ben je, het is een verstandig land, op de Marshall-eilanden. En de Marshall-eilanden, dat wist ik ook niet, die zijn in de jaren 50 gebruikt als testgebied voor de Amerikanen. Om atoomproeven te doen. Ja, waar de Amerikanen dus los konden gaan. Ja, totaal maar, los. Gaan ze bij 67 kernproeven gaan. Maar waar ook mensen woonden. Ja. Dus waar mensen zaten met hun eigen beschaving, met hun eigen cultuur. Met hun kinderen, zoals wij. Die mensen hebben 12 jaar lang, alsof ze elke dag een Hiroshima-bom op zich hebben gekregen. Zo sterke straling. Die mensen, het zijn allemaal atollen. Dat zijn van die ringvormige eilandjes. Dat zijn dan 20 eilandjes daar... Bikini ligt, zoals jullie zien, daar is de grootste waterstofbom ooit gegooid. Waar helemaal bovenin. Bikini hadden ze weggehaald, maar bijvoorbeeld Rongelap. Waar staat dat? Dat zit rechts van Bikini. Boven. Ja, hier, ja.
Die mensen hebben ze laten zitten, want dat was 400 kilometer verderop. Dat zijn de afstanden. 400. Maar die mensen die werden ziek en die zijn er 4 dagen, die waren allemaal verbrand door de grootste waterstofbom ooit. Die zijn weggehaald, geëvacueerd. Het gaat om het Polynesisch volk. En die zijn toen. We hebben het echt over. Dit gebied is zo groot als Mexico. Zo groot is het oppervlak. Naar Majuro gebracht. En uiteindelijk zijn die mensen na 4 jaar weer teruggebracht van. Nou, de eilandjes zijn schoon, jullie kunnen weer terug. En toen stierven ze bij bosjes en heel veel, vooral kinderen zijn gevoelig voor straling. Ze hadden heel veel miskramen en jellyfish babies, dat zijn kinderen zonder botten of ogen. Ze hebben, die chiefs van die eilanden hebben gesmeekt aan de Amerikanen, haal ons weg, want we gaan dood en we snappen niet waarom. Want ze hadden geen idee wat die straling was. En uiteindelijk heeft Greenpeace die mensen in de jaren 80 weggehaald. En zij wachten nog steeds, ik ben daar geweest vorig jaar, om terug te keren. Maar die Bikini-eilanden zijn nog steeds radioactief besmet. En het is ja, hartverscheurend als je dat ziet. En, ja. en je denkt vooral, ik weet het niet, hoe kon dat? En dat het zo lang effect heeft. En die hele samenleving daar is gewoon weggevaagd. Is gewoon kapot. Kapot gevaagd. En we gaan nu kijken naar een filmpje, waar ook een geluid bij is, van Castle Bravo. En dat is een explosie van een kernbom. Waterstofbom. Waterstofbom. Op 1 maart 1954. En het is uiteindelijk volgens mij de grootste bom ooit die op het Bikini. We gaan er kijken. Het filmpje duurt 1 minuut. Maar dan krijg je een beetje een idee van wat daar zich heeft afgespeeld door de Amerikanen. Naar de vliegtuig is het. Ja, je hoort de motoren. Ja, je hoort de motoren. Dat, hoor je. Dat zei. Gijs, ja, joh. Gijs, wij konden het geluid niet thuis brengen. Maar. En de afstand, ik heb geen idee wat de afstand is. Alle Amerikanen die dit gefilmd hebben, maar die ook van de marine, die zijn allemaal ziek ook geworden. Dus, hierdoor? Ja. En dat zei je ook net toen we het eerder bekeken hadden. Dit is 1954 pas, hè? Dit was gewoon een oefening. Ja, die testen was, dus dat project heette ook For Mankind, dus voor de mensheid om dat te testen. Dit zijn probeersels. En daarna zijn natuurlijk alle kernproeven die we kennen, ik kan het nooit uitspreken, die Fransen, toen hebben we tot ver in de jaren 90 Uroa, die eilanden, stil. Nou, die mensen zagen dus op de eilandjes, die dachten dat die dag voor de tweede keer de zon opkwam. En vervolgens krijg je, door de druk van die bom, gaat het waaien. En alles wat Bikini is voor een deel weggeslagen, dus die grond is, die werd verpulverd. En dan krijg je die uitval en dat is dan, ja, hier zie je een hele krater. Ja. Maar, en die mensen dachten dus, want ze hadden nog nooit sneeuw gezien, dat het sneeuwde. En sommige mensen dachten dat het zeep was, dus gingen zich ermee wassen. En die verhalen, die hoor je dan als je met die mensen spreekt, als je daar bent in Marshall-eilanden. Dan hoor je die verhalen, ja. Ja. Volgens mij heb jij een foto van Ik heb een foto, deze. Dit is de foto van de laatste overlevende. Die dame in de rolstoel was de laatste overlevende van Bikini. Ja. En die kon niet meer zo goed praten. Maar er waren een aantal mensen die konden mij de verhalen vertellen. En ook hun kinderen en de kleinkinderen. En vooral over de ziektes die er zijn. Want dat gaat heel lang door, weet je. Dat jaar dat ik er was, waren er 10 kinderen geboren zonder oogballen. Dus, ja. Het klinkt allemaal heel zwaar. Kijk, ik ga daarheen naar dat soort plekken. Maar uiteindelijk. Ik weet dat precies. Ja, het is heel zwaar. Ja. Ik kreeg echt de meest afschuwelijke verhalen krijgen te horen. Ja, afschuwelijk. Hoe probeer je de humor toch erin te verwerken dan? Nou ja, ik ben zelf geen zware schrijver. Ik hou van lichtheid. En dat is ook zeker. Ik word heel erg aangetrokken tot hele duistere plekken. Ik ga straks ook weer naar een duistere plek, naar Srebrenica. Oh ja, dat is een duistere plek. Ja. Maar ik ga daar graag heen en wat ik graag doe is dat ik die onbekende verhalen met lichtheid kan brengen. Ik vind literatuur een hele mooie vorm om actuele thema's, want dat is het inmiddels, en ook ongemakkelijke verhalen zo te verpakken, bijna als een bonbon, dat mensen er wel over gaan praten en dat je er ook om kan lachen. Want uiteindelijk gaat het ook heel erg over personages, ja, en over liefde. Het net, hè, wat je ook in Bien zei, het gaat heel erg ook
altijd over de liefde. En ook al gebeuren er vreselijke dingen, die liefde houdt mensen gaande en die kleinkinderen. En dus dat zit er allemaal heel... Ja. Dat vind ik belangrijk. Dus het is wel alles, de setting, de personages komen vandaan. Maar uiteindelijk is dat... je krijgt er begrip voor. Ja. Er zitten ook heel veel verhaallijnen in het boek. En een van de verhaallijnen is ook dat een van de hoofdpersonages, Regina, heeft een vader. En die vader die heeft Alzheimer. Bertus heet die. En hoewel ook Alzheimer eigenlijk een onderwerp is waar je niet echt om kan lachen, heb ik wel erg om die Bertus moeten lachen. Ja. Iemand met Alzheimer. Ja. Mijn vader heeft Alzheimer. Dus Bertus is een beetje je vader? Ja. En wij liggen helemaal dubbel. Hij weet het zelf niet. We hebben het hem niet verteld. Maar hij zegt hele grappige dingen waar ik zelf, die ik dan heel erg, dan komt er begeleiding, individuele begeleiding, zeg, en dan wil hij dat niet. En dan zegt hij, wat moet ik met Caroline? Ik zeg, wat jij wil. Ze doet boodschappen, maar wat wil jij met Caroline? Neuken en golfen. Ja, daar. Dus dat is heet het niveau. Dus wij kunnen enorm, ik zeg, nou, ik weet niet of ze dat doet, maar je kan het altijd proberen. Dus mijn vader zit daar heel erg in als ook. En hij gaat ook natuurlijk naar de flappen meedoen, hè? Zonder dat hij dat weet. Ja. Dus met de actie. Dus uiteindelijk. Het gaat vooral over mensen. En hopelijk maken wij nooit zoiets mee. Maar ik hoop wel heel erg dat we er met elkaar over gaan praten. Ja. Ik vind juist dat het zich heel goed leent om dat te combineren. Ja. En juist omdat je het ook het mooie kan verpakken. Ja. En je zit niet een nare boodschap. Want dat willen de mensen niet. Heel veel mensen lezen geen krant meer, want het is te erg. Ja. Dus dan, het komt te dichtbij, het is te confronterend. Het is te veel. Ja. En, het is warm, hè, hier? Ja, het is warm. Is het ook lastig voor jou als je het boek hebt afgerond, dat je ook afscheid moet nemen van de personages? Is het moeilijk? Nee, want die leven wel met me mee. Zelfs van mijn eerste boek van 2007. Ik denk, die gaan nog steeds met je. Ja hoor, ik denk even, hoe is het met Max? Dat was een van de hoofdpersonen. Ah, en ik, ja, nou, dat is wel oké. Okay. Ja. En dus ook leuk is dat? Nee, ik denk, het leeft al een soort bipolair ding misschien. Ja, bijna wel. Dus ja. Je kunt even Max oproepen weer. Ik denk heel vaak aan ze. Nee, dus het is niet afscheid of zo. Ik probeer ze juist heel erg ook het leven. Ja, je gaat dadelijk. Ze gaan nu het. Ja, en het is wel leuk dat mensen zeggen, oh, want het eerste deel bestaat uit 4 verhalen. Ja. Dus dan leer je de 4 mensen kennen. Het tweede deel komt het samen. En dat mensen zeggen, oh ja, mijn favoriet is Yoshida of Bonnie. Dus dat vind ik ook mooi, dat mensen zich een favoriet kunnen hebben. Ja. Nee, dus het is niet dat ik afscheid heb genomen. Mooi, dat is fijn te horen. Dus nu gaat het gewoon de wijde wereld in en nu kan ik iedereen. Ik geef het stokje door. Ik geef het stokje door als ambassadeur eigenlijk. Dus Megan Rice zou trots op jou zijn. Zeker. Ja, het is jammer dat ze niet kon komen, maar wie weet. Ik wil haar eigenlijk naar Nederland halen. Oh, dat is heel erg mooi. Ja. Als zij er is, dan wil ik haar ook een keer gewoon handjes schudden. Ja? Ja, dat is ook heel erg leuk. Dan komt ze bij jou. Ja, dat zou ik, als ze het wil, dan vind ik het heel erg leuk. Ja, ze is 90. Oh, bijna. Dat is maar dat is, ik denk dat het. Ik denk dat het heel mooi, ik vind het wel mooi om haar, om haar verhaal echt uit van haar te, zoals zij het heeft beleefd, te vertellen. Ja. Maar daar houd je aan, ze komt dan bij jou. Afgesproken. Dames en heren, Annegine Goemans. Dank je wel. En blijf gaan lekker zitten.